De directeur van FC Groningen begon de dag met een haar in de soep wat betreft Lars Veldwijk. Zo stelde hij op Twitter. Oftewel, het was niet eenvoudig om de spits binnen te halen. Ja, Hans Nijland, de haar is uit de soep. Ja, leuk hè. Nou ja, het was vrij lastig, kan ik je zeggen. Want we zijn toch wel een tijdje bezig geweest. Waarom dan toch FC Groningen? Ja, puur op gevoel. En het feit dat ze me hebben opgezocht in Alessund. Dat gaf me sprak heel veel vertrouwen uit. En puur op gevoel heb ik deze keuze gemaakt. En het gevoel voor Groningen is mede beïnvloed door een andere bekende sporter die in de stad heeft gespeeld. Ik heb veel goede verhalen gehoord over de stad. Ik heb een vriend die heeft voor Groningen basketbal gespeeld. Dus ik heb me goed laten informeren. Wie is dat? Jesse Voren. Dus, bekend bij Dona, ja. Ja, die was bekend daar. En ik heb me goed laten informeren. Ik kijk er erg naar uit en kan niet wachten. Dat geldt waarschijnlijk ook voor veel vrouwen in onze provincie. Want het valt op dat vooral de dames aandachtig zitten te kijken bij de presentatie. En misschien dat dit toch voor de seizoenkaartverkoop ook nog weer iets oplevert. Want toen het op de redactie bekend werd, alle vrouwelijke collega's die sprongen gelijk op. Nou, dan moeten we in navolging op Heracles, mijn vriend Jan Smits, dan wellicht een vrouwentribune gaan organiseren bij FC Groningen. Even voor alle dames, je bent bezet nu hè? Ja, ik ben bezet, ja. De dames zullen dus genoegen moeten nemen met een foto.